In Amerika is ze een ster. Well, we're very honored to have the renowned Dutch floral designer Doreen Vandenberg, right? Vandenberg. Doreen Vandenberg, bloempionier uit Nederland. Haar optreden in de show van Martha Stewart trok vorig jaar miljoenen kijkers. En dit is Vandenberg in Nederland, in alle rust bezig met haar vak. Dat vak is bloemen arrangeren, als het kan lelies. Die specialiteit heeft haar de bijnaam Miss Lily bezorgd, maar bovenal opdrachten uit alle windrichtingen. India, Japan, Abu Dhabi en New York. Overal weten ze de Nederlandse te vinden. Als je van show houdt, ga je voor deze. Dit is lekker veel, lekker uitbundig, lekker aanwezig. Vooral de wereld van de glamour en de glitter vindt dit helemaal geweldig. Ik denk dat hij zo in Las Vegas kan komen te staan. De opdrachtgevers vormen een bond gezelschap. Van een Arabische prins die zijn paleis wil versieren tot de directie van de keukenhof. Vandenberg richt in en raadt aan en geen land krijgt hetzelfde advies. Deze bloem is heel erg mooi rondgevormd. Je ziet dat alle schutbladeren heel erg aaneengesloten zijn. Dus hij heeft echt een mooie bolvorm. En qua kleurtekening is die heel erg goed voor Japan. Japan is echt het land van de pastels. De klussen strekken zich uit over meer dan 40 landen. En geld is daarbij geen probleem. Een paar ton om de boel een beetje op te fleuren. Vandenberg schrikt er al lang niet meer van. Soms werk je dan met rozen van 8 euro stuk. En ja, daar kan je dan toch wel een paar duizend rozen van neerzetten. Dus dat is, ja, is mooi. Mooi werk. Nederland is het bloemenland bij uitstek. En dus de ideale achtergrond voor Vandenberg. Maar de voorsprong op de concurrentie komt voort uit haar liefde voor de lelie. Daar kan geen paspoort tegenop.